Dit is Anne. Hi. Ze ziet er nu nog gezond uit, maar ze heeft een ernstige vorm van kanker. Gelukkig is er een medicijn, Premalip. Jammer alleen dat de behandeling 87.000 euro per jaar kost. Dat kan Anne niet betalen. Haar verzekeraar vergoedt het medicijn alleen als de overheid het opneemt in het basispakket. Door de hoge prijs is dat maar de vraag. Het kost slechts 140 euro per jaar om Premalip te maken, maar de fabrikant kan een veel hogere prijs vragen omdat hij het patent op het medicijn heeft. Premalip bestaat niet, maar er zijn wel tientallen medicijnen die erop lijken. Bijvoorbeeld het medicijn Keytruda tegen huidkanker. Meestal vergoeden verzekeraars zulke medicijnen, maar de zorg wordt er steeds duurder van. In plaats van naar verpleegkundigen en ziekenhuisbedden gaat het geld naar farmabedrijven. We moeten wel, zeggen grote farmabedrijven, want het ontwikkelen van een medicijn kost 2 miljard euro. We nemen enorme risico's. De meeste kandidaatmedicijnen vallen onderweg af en het verplichte testen op mensen is peperduur. Die investeringen moeten we terugverdienen. Maar is dat echt zo? Het is onduidelijk en niet te controleren hoe farmaceuten tot dat bedrag komen. Bovendien worden de meest echt nieuwe, veelbelovende medicijnen ontdekt door wetenschappers aan universiteiten en in academische ziekenhuizen. Hun salarissen en laboratoria worden vooral betaald uit belastinggeld. Steeds vaker richten die wetenschappers dan een spin-off bedrijf op dat het medicijn verder ontwikkelt. Deze spin-offs profiteren vaak van financiële regelingen. Ze krijgen geld uit investeringsfondsen en provinciale ontwikkelingsmaatschappijen die de lokale economie willen aanzwengelen, betaald uit belastinggeld. Pas als het medicijn veelbelovend begint te worden, stappen de grote investeerders in. En als het echt een succes lijkt te worden, verkopen die hun aandelen voor het veelvoudige aan een farmaceutisch bedrijf. Maar als het lukt om het medicijn op de markt te krijgen, hebben de farmaceutische bedrijven, dankzij de patenten, een monopolie. En kunnen daardoor elke prijs vragen die ze willen. Eerlijk verdiend? Nee. Anne, net als wij allemaal, betaalt op deze manier 3 keer voor haar medicijnen. Via belastinggeld dat uitgegeven wordt aan onderzoek door universiteiten. Via belastinggeld dat de overheid investeert in biotech spin-offs. En dan nog eens door het kopen van het soms belachelijk dure medicijn zelf. Zelfs als de verzekeraar dit vergoedt, betaalt Anne uiteindelijk toch via de premie van haar zorgverzekering. 3 keer betalen en dat zonder enige invloed op de uiteindelijke prijs van het medicijn en zonder zelfs maar te weten hoe die prijs bepaald wordt. Dat moet veranderen. De overheid moet via wet en regelgeving afdwingen dat de farmagiganten laten zien hoe ze hun prijs berekenen. Onderzoeksinstellingen moeten voorwaarden stellen als ze patenten naar spin-offs gaan. En ook publieke investeerders die met Anne's belastinggeld investeren, moeten zich niet alleen op winst richten, maar eisen dat het medicijn toegankelijk wordt voor iedereen. Want dat er goede nieuwe medicijnen bijkomen is geweldig, maar als Anne ze niet kan krijgen en de zorg onbetaalbaar wordt, wordt niemand daar beter van.